Hoi! Nu een video uit de oude doos. Vorig jaar in augustus zijn we naar Abijenhoven in Gemert geweest. Ik ben daar aan begonnen aan de edit ooit. Hij is eigenlijk altijd blijven liggen. Ik heb hem nu afgemaakt, dus geniet ervan! Goeiedag, wij gaan naar Abijenhof. Dat is wat anders dan Abijenland. Abijenland ligt aan Horst aan de Maas in Limburg. En nu gaan we naar Abijenhof in Gemert. We zullen wel zien hoe het daar is. Ik heb geen flauw idee. En ik zal nog wel een complete review geven. Let's go! Wender! Nou, mijn bevindingen van de Abijenhof. Bij de entree, toen we binnenkwamen, mijn eerste indruk was... Ik vroeg me eigenlijk eerst af, hoe lang bestaat het eigenlijk? Want bij de entree, toen we binnenkwamen, leek het een beetje uit te zien alsof het nog in een beginfase zat. Er was nog niet echt helemaal sfeervol aangekleed. Want tevoren had ik ook op het site gekeken. En dan gaven ze ook aan dat ze personeel zochten. Uiteindelijk bleek dat ook wel duidelijk merkbaar te zijn. Want er was één meisje, die speelde als elfje. Maar die kwam later na, kwam ze ook opdraven als koningin. En ze hadden eigenlijk op de site, spraken ze nog over meer figuren die er meer zouden zijn. Maar die bleven gewoon weg. Die waren er gewoon helemaal niet. Dus dat was wel een beetje jammer. Helemaal achterin het aardbeienveld hadden ze een kasteel opgezet. We gaan een kijkje nemen in het kasteel. Opzet, maar bij aankomst zag het er eigenlijk een beetje knullig uit. Het mocht ook wat meer onderhouden worden, want het onkruid stond tot aan je knieën hoog, brandnetels. Dus dat was wel een beetje jammer. En ik vond dat het kasteel mocht ook wel wat meer benut worden, want ja, je loopt er dan met de groep naartoe. Je kwam binnen, ging zitten. Er werden op een dvd gewoon twee filmpjes afgespeeld. Eentje van een buurman met de aardbeien. Ja, en dat was het dan. Dan werd de dvd stopgezet en dan kon iedereen weer eruit en dan kon je weer terug naar voren lopen. Mag meer benut worden. Misschien hadden ze wat meer aandacht kunnen besteden aan de aardbeien zelf. Bijvoorbeeld hoe de teelt verloopt of wat voor soorten aardbeien er zijn. Ja, welke aardbeien dat ze zelf hebben, wat ze ermee doen en hoe dat ze het verwerken. En dat zouden ze dan eventueel nog in de vorm van een rondleiding met de koningin kunnen doen. Ik moet alles zelf vragen. Ze hadden wel genoeg aandacht besteed aan amusement voor de kinderen. Ze hadden echt buiten hadden ze een hele mooie speelplaats. Konden ze buiten spelen. Ze hadden een grote zandbak, een crossbaan met allemaal skelters en fietsjes en dergelijke. En binnen hadden ze meerdere springkussens. En ze hadden nog een ruimte met. Ze hadden ook nog een groot projectiescherm. Maar de kinderen konden dansen op de muziek.
En verder vonden ze het aardbeienplukken zelf natuurlijk fantastisch. Lekker lakker. En er werd ook wel tijdig omgeroepen als er een activiteit ging beginnen, waardoor dat de mensen zich konden verzamelen en allemaal gezamenlijk naar de activiteit toe konden. Ben je nou ook al eens in het Aardbeienhof in Geemert geweest? Zie ik graag jouw bevindingen eigenlijk van ja, hoe jouw beleving was. Schrijf het beneden in de commentaarsectie. Ik ben benieuwd wat voor verhalen er allemaal uitkomen. Ben je nou enthousiast over mijn video's? Like ze dan met een duimpje op. Abonneer je op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Klik op gelijk het ding ding belletje aan. Dan zie ik je weer in de volgende video. Doei!